Vandaag is het de Internationale Vrijwilligersdag. En deze internationale dag is bedoeld om met vrijwilligerswerk wereldwijd respect te tonen. Ook Landgraaf, zo net Landgraaf zie je, zie ik er net ohne zoveel vrijwilligers. En wanneer ik zo kijk, het is wel een beetje duister voor mij en de landmachine nog mee. Maar wanneer ik zie wie we nu toch vandaag aanwezig zijn en wij gaan ook nog weten dat u die bijdrage als vrijwilliger levert, ja, dan kunnen we als Landgraaf totaal alleen maar trots op zie je, kruis op zie je. En ik weet dat ik dat mede namens het college, maar ook namens de leden van de gemeenteraad aan u kan mededelen. Ik heb dat vorige ook gezegd, maar u kent het net vaker nog, denk ik, herhalen. Deze oven is dan ook voor alle Landgraafse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en vooral voor uw waardevolle inzet. Een applaus voor ikzelf. Ik ben hier met een klatsje voor u. En namens de gemeente organiseert de vrijwilligerscentrale Landgraaf deze oven. De vrijwilligerscentrale promoot en stimuleert het Landgraafse vrijwilligerswerk. En doorvoer werkt de vrijwilligerscentrale nauw samen met de andere vrijwilligerscentrales in Parkstad en is onder een website. www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Dat is zo gek wie een beeld of zijn kunt kieken met heel veel pleertjes erop. En vroeger moeten die boodschappen met de post doen. Tenminste, toen heb ik nog van Europa herinneringen gehoord. Maar nu hadden we een televisie en de kinderen kieken. En de kinderen ook zelf ook oefenen. Geweldig trouwens. Maar er is een apart nieuwsje. En sinds nu is er namelijk een geheel nieuwe website in de lucht. En die wil ik u hier laten zien. Door steeds. Ik kon zich niet uitleggen, want dat is juist het spannende. Dat we dat zelf de komende dagen kunnen ervaren. Ik moet zeggen, dat ik bijna zelf net verschonen, moet ik gaan eerlijk zien. Ik zou ook vroeger opkrijgen, zie wat ik nog moest optreden, dat moet ik eerlijk zien. En u kunt vroeger zien dat ik net vroeger optreden. Want dan hadden we geen schoenen of het meer, dat moet ik ook eerlijk bekennen. Genoeg gezag voor deze feestelijke avond. Ik kan het net vaker nog zeggen, hartelijk dank voor uw inzet het afgelopen jaar. En hopelijk zien we ons volgend jaar weer met nog meer vrijwilligers. En is de actie meer vrijwilligers in korte tijd geslaagd. Nogmaals, dankjewel en applaudisseer maar rustig voor de buurman of de buurvrouw voor al het werk wat ze geleverd hebben in het afgelopen jaar en de jaren. Oké, en dan zijn we nu toch eigenlijk aan het allereerste optreden. U had op uw programmablaadje gezien wat dat is. Maar ik denk toch dat het goed is om daar even een beetje bij touw te lichten. En dan geeft het aan de groep The Dancing Angels. En de groep die al ja, zo'n dikke 17, 18 jaar hij in Landgraaf bekend is, veel optreedt. Vooral in de periode die nu komen gaat, rond die carnaval, rond die festdag. En dan gaan ze de komende twee maanden, de komende drie maanden bijna, gaan ze toch nog een ganse hoop te doen en een ganse hoop optredens zal er dan nog aan een ganse hoop nu voorbij gaan. Zo ook deze avond hij in de sporthal in Striethagen door groep Dancing Angels die gaat optreden in veerdansen bureau. Maar die veerdansen die werden ook een beetje opgebouwd. Dat begint met die ganse klingen vanaf een jaar of 40, een jaar of 8. Dan komen het grotere nog grotere en uiteindelijk komen die volwassenen die al aan die grote wedstrijden met hun en in die grote wedstrijden ook al een ganse hoop prijs aan het voet gehaald. Ik vroeg mijn aandacht voor de Dancing Angels en voor beginnen met die ganse ukkies die pas een paar mond eigenlijk aan de gang zijn en lekker hij op die bühne voor u komen huppelen.
dames en heren. Vrijwilligerswerk en mantelzorg spelen een steeds belangrijkere rol bij het op orde houden van onze samenleving. In de zorg, bij de sport en de vrije tijd of in het verenigingsleven. Het belang van vrijwilligerswerk neemt daarom ook eerder toe dan af. En daarom is het natuurlijk goed dat wij op een avond als deze onze vrijwilligers koesteren. Een van de manieren om onze waardering voor die vrijwillige inzet te laten blijken zijn de nominaties voor de Vrijwilligersprijs en de uitreiking van die prijzen vanavond. Terug. Hoe was het Vrouwengilde toen? Helemaal in opkomst? Nou, ik ben daar eigenlijk ingekomen toen het oudere idee van de emancipatie voor de vrouw was bijna aan het einde. En nu wordt u vandaag genomineerd voor de Vrijwilligersprijs. Hoe vindt u dat? Ja, geweldig. Enorm. Nooit gedacht, nooit aan gedacht zoiets. En ook niet verwacht. Dus dat was echt een hele grote verrassing. Een van de gelukkigen, een van de genomineerden. Wie is dat? Is dat een verrassing? Ja, het is een geweldige verrassing. Maar in feite zitten we hier even met elkaar als de juryleden voor de optocht. Dus dat is een Ausschuss, zoals ze in Duitsland zeggen, van het optochtcomité. En met heel veel plezier doen we dat. Wat een geweldige verrassing vandaag, hè? Ik denk het wel, ja. Een geweldige verrassing voor de vrijwilligers van ons parochies. Die voor sowieso als kerkbestuur op deze dag door tweejaarlijkse vrijwilligersdagen extra in het zonnetje willen zetten. En met onze wethouder Harry Leunissen en de Thij Herings van de Vrijwilligerscentrale ons komen vertellen dat die groepen vrijwilligers van Heilig Hart van Jezuskerk en de Heilige Familiekerk u genomineerd zijn met de Vrijwilligersprijs, dan is dat een extra felicitatie en een pluim en waardering ook naar onze vrijwilligers die ze ook denk ik meer dan verdiend hebben. Dus in die zin een geweldige verrassing voor hen. Belangeloos eventjes naar ons eigen Lauwerdorpse feest, het zomerfeest. En dan paaft dan steekt mij door wethouder en de kunt mij met een... Wie vinger van dat dan nu? Geweldig, ja. Dat het toch ons nog altijd blijft steunen, ongeacht wie en wat. Hij staat altijd voor ons verder. Ja. Maar het betekent toch wel wat voor de groep, hè? Ja, ik vind het een erkenning. Het is een leuke verrassing. Ik bedoel, de deze als vrijwilliger, de deze vanuit een bepaalde motivatie. Dus de deze het niet voor complimenten te krijgen, maar wensen die je dan krijgt, is dat wel erg leuk, joh.
wil mij even heel erg bedanken bij de wethouder, maar zeker ook bij de voorzitter van de vrijwilligerscentrale. Dat men ons toch ergens in de hoek het weten te vinden en ons deze eer aandeed om ons vrijwilligers heel even in het zonlicht te zetten en eigenlijk al naar de toekomst toe een beetje aan te sporen om vooral met dit mooie werk door te gaan. En boeten de vrijwilligers dat we vooral ook voor de mensen in de zaal, voor alle ouderen van Landgraaf, iets kunnen blijven betekenen als Katholieke Bond van Ouderen. Bedankt allemaal dat we dit hebben mogen meemaken en dat we hopen dat we straks zien op 7 december. Sinds weer te gast op het Theater Landgraaf, de traditionele buitenmarkt. Bij mij is vandaag Carina Henskens. Carina, vandaag weer feestelijk genomineerd eigenlijk. De zoveelste nominatie weer voor dit jaar. Hè? Ja, ongelooflijk. Ik had het niet verwacht, maar ik vind het echt ongelooflijk. Maar wat ik eigenlijk nog leuker vind, dat alle vrijwilligers van Theater Landgraaf genomineerd zijn voor, als vrijwilligers, ja. Voor de vrijwilligersprijs. Dus dat vind ik echt super. Dus die delen allemaal in de hulde eigenlijk vandaag. Absoluut, absoluut. Dat verdienen ze allemaal, want ze werken allemaal keihard. Ja. Ja. Cultureel erfgoed is heel belangrijk. Precies. En wensen er ook nog een vrijwilligersleger bij, Chris. Met, ja. Zonder iemand tekort te doen met onze enkele zeer fanatieke bestuursleden. Ja, dan hebben jullie dat verdiend, hebben wij dat verdiend. Dank u wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Een nominatie in Landgraaf. Wat deed ik dat? Ja, dat deed ons vereniging deed dat gaan veel. We zijn echt blij dat we het aandacht krijgen van de gemeenschap. Ja. Houdt ze het al een beetje zien aankomen of wordt het echt een verrassing? Het wordt echt een verrassing. We hadden daar zelf eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat was ze toch zo kunnen overkomen. Dus heel goed. Mensen, de vrijwilligersnominatie van Landgraaf. Dat is een verrassing. Nou, als u dat maar weet. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. Ja. En buiten een verrassing, ook wel een hele eer, denk ik. Ja. Ja. Ik ga ieder jaar naar de vrijwilligersavond toe. Ik maak dus altijd mee wat, wie er genomineerd is. En wie er uitkomt als de grote winnaar. En ik verheug me erop. Dat we... Dan wordt het extra spannend nou, hè? Dat wordt gauw spannend, ja. Ja. We'll be right back.
zijn de winnaars van de Vrijwilligersprijs 2013. Ik zeg vier kinderen, wie heten ze? Alle vier verzeten. Ik zeg alle vier dezelfde naam, is dat dan het lastig? Maar nee, ze is moeten opstaan. Dan hoef ik maar één keer te roepen, ver, opstaan. En dan komen die alle vier. Ja, als mijn zoon was gaan eten, dan hoef ik maar één keer te roepen, ver, eten. En dan komen die alle. Ik zeg, meentje, maar wie duizen dat dan als ze er één van die vier moest hebben? Ja, ja, zegt ze, dan roep ik ze met de achternaam. Geweldig, hè. Hé, maar heb je dat vanmorgen ook gelezen in de gezet, zeg? Dat onderzoek van de ANWB, heb je dat gelezen in de gezet? Het onderzoek van de ANWB is gebleken dat de meeste ongelukken in het verkeer die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, ja, want dan moeten de vrouwen rieën. De jeugdvrijwilliger is de vrijwilliger van de toekomst. Reden genoeg om daarvoor een aparte vrijwilligersprijs in het leven te roepen. Een prijs waarvoor de leeftijdsgroep tot en met 21 jaar in aanmerking komt. Niet voor alle jongeren is het een vanzelfsprekendheid om je in te zetten voor anderen of voor de samenleving. Toch geven ook jongeren het goede voorbeeld. En juist die goede voorbeelden willen we met deze jeugdvrijwilligersprijs in het zonnetje zetten. En met trots presenteren we daarom vanavond twee jeugdige vrijwilligers, twee kanjers mag ik wel zeggen, die al op jonge leeftijd het goede voorbeeld geven. Deze de prachtige prijs, goed nog, het bloempje bij, maar wat vooral ganz erg belangrijk is, wat ik altijd zal herinneren aan de prijs, is dat beeldje waar de rochter vuur op de ene zuil nog ziet stoor. Dat kregen ze allebei Eva en het Hansen van volledig verdiend. Je kunt nog in achterhoeter zaten.